hier op Radio Hengelo en ook live te volgen op Hengelover. In deze watertoren worden verschillende activiteiten georganiseerd. En we gaan het hebben over met Pim, Luc en Jasper. Die staan hier aan de microfoon. Correct. En dan ben ik wel even benieuwd. Wat is het allertofste evenement wat jullie hier tot nu toe hebben gehouden? En het mag of iedereen natuurlijk voor zichzelf spreken. Maar of is één gezamenlijke activiteit? Voor mij was dat de verjaardag van meneer Strenges. Van wie? Meneer Strenges. Dat is de oud-chef-machinist van de watertoren. Maar dat was... Niet het grootste evenement, maar zeker heel erg leuk. Want wat maakte dat zo mooi? Dat voor hem een verrassing was. En we hadden de GEMA's, dat zijn twee muzikanten die echt een hitje hebben gehad in de jaren 60. En die waren erbij, lekker in de zon, lekker buiten. En dat bewijst dat een heel klein dingetje ook heel erg leuk kan zijn. Maar even terug naar het begin, want je begint opeens over verjaardag van iemand. Hoe komt zoiets tot stand? Wie heeft dat bedacht? Hij was ooit geboren en dat was in één keer zijn geboortedatum geworden. Ja, dat heb ik gehoord. En zo komen verjaardagen tot stand. Maar wie heeft besloten om dat hier te gaan vieren met muzikanten erbij? Nou, wij hebben van hem heel veel informatie gekregen over de watertoren. Hij woont hier nog steeds achter ook. En dankzij hem kunnen wij ook al die rondleidingen doen. Maar ook dankzij hem hebben wij de liefde voor dit pand eigenlijk gekregen. Want we vonden het een heel erg mooi gebouw. Maar al die verhalen, dat maakte erop dat je er ook echt van gaat houden. En als je dan iets terug mag doen op zijn, volgens mij, 84ste verjaardag was het. Nou, dan is dat supermooi. Dat was voor jou het mooiste, Luc. En dan ga ik even naar het begin. Pim, wat was voor jou het mooiste muziekevenement dat hier tot nu toe gehouden is? Ik denk dat dat de eerste keer was toen we hier muziek bij de buren deden. En dat iedereen, zeg maar, die hier toen was, die was hier nog nooit geweest. En volgens mij waren toen de reacties waren echt van, wat gebeurt hier? Wat is dit? Te gek. Zeg maar dat het voor ons nog helemaal nieuw was. En dat de mensen hier vers binnenkwamen. Ja, want ik heb het gevoel dat jullie muziek bij de buren een beetje aan het claimen zijn ook. Want dit is misschien wel de mooiste locatie van muziek bij de buren. Dat denk ik niet per se. Ik weet niet of het al vaker genoemd is vandaag. Maar wij openden toen het festival Muziek bij de Buren. En dat was gewoon tof dat het toen de opening was. En dat er gewoon veel mensen waren die de plek nog niet kenden. Maar ook veel mensen die hier binnenkwamen. Die hier vroeger schroefjes hadden geleverd voor machines. En dat soort dingen die in één keer binnenkwamen. En die gewoon, eigenlijk wat Luc net ook verteld over meneer Strenges. Die letterlijk met een doos historie hier naar binnen kwamen om dingen te vertellen. En daar zijn denk ik de activiteiten die we hier organiseren zijn er juist heel tof voor. Dat mensen hier laagdrempelig naar binnen kunnen komen en hun verhaal kunnen vertellen. Of dat nou is dat ze hier in de buurt zijn geboren en een bepaalde band hebben met de trein. Of hier gewerkt hebben of in de klas hebben gezeten bij mensen die hier gewerkt hebben. Dat maakt dan eigenlijk niet zoveel uit. Ja, om het rondje dan af te maken. Jasper staat nog naast mij. Wat heb jij nog een evenement waarvan je denkt die moet ook nog even genoemd worden? Ik vond het leukste om bij te zijn vond ik het videomapping gebeuren. Vond ik echt fantastisch gedaan. Het Songwriter Festival wat we hebben georganiseerd. Vertel daar eens iets meer over het Songwriter Festival. Nou, dat is een festival met allemaal songwriters. Ja. En, ik ben wel open deur aan het intrappen. Nee, wat er leuk aan was is denk ik dat we ten eerste het met een aantal verschillende partijen hebben gedaan. Het was daarmee ook geen Hengeloze aangelegenheid, maar echt een Twentse aangelegenheid. Ik kom zelf uit Enschede, maar Paco Plumtrek heeft meegeholpen uit Almelo. En Metropool hier uit Hengelo. En natuurlijk de Stichting in Wording. Dus het was een mooi samenraapsel van partijen. En het ging eigenlijk heel natuurlijk. En in vrij korte tijd hebben we eigenlijk een behoorlijk groot ding opgezet. Ik kan me voorstellen dat het best lastig is. Ik bedoel, je hebt een pand en daar moet je het maar iets met muziek in gaan doen. Zoals wij al horen, er is best wel veel galm. Heeft het veel werk gekost om die muziek hier goed te krijgen? Nou, wij doen binnen, als wij de live concert hebben, doen we het in het gebouw wat je hier naast zit, zeg maar. Dus waar nu iedereen nu zit bij de haard. Daar is de akoestiek droger, om het zo te zeggen. Dus hier galmt het inderdaad heel erg. Dat valt daar heel erg mee. En zomers, als het mooi weer is, dan doen we het gewoon lekker buiten. Dus nee, dat heeft niet heel veel moeite gekost. We hebben het hier wel eens binnen gedaan met Top 2000 Café, maar dan hangen we allemaal doeken op. En kijk, als de toren vol staat, dan galmt het ook al minder. Pim, jij zei dat voor die tijd we zouden eigenlijk alleen over muziek hebben. Maar jij zei, we moeten het ook hebben over activiteiten, die los van de muziek. En dan ben ik wel benieuwd, wat voor activiteiten los van muziek worden hier nog meer georganiseerd? Nou, wat ik vooral bedoel is dat we niet alleen maar muziek doen hier, zeg maar. Dus dat is net ook al wel gezegd. He, dat er ook markten hier zijn en dat videomapping project waar het waarschijnlijk straks ook nog over gaat. Maar dat het dus, er zijn spelletjesavonden zijn hier ook geweest in samenwerking met de spelletjeswinkel. Dus dat het niet alleen maar muziek is wat hier gebeurt of kunst. Maar dat we juist een brede plek willen zijn waar
toffe dingen bedacht kunnen worden. En als mensen dat willen uitvoeren, dat het dan eigenlijk ook nog hier kan. En is het ook gewoon dat je daar zo maar naartoe kan gaan, zeg maar? Als je gewoon zin hebt, ik wil je een keer naartoe, kan ik gewoon naartoe gaan? Dat kan. Ja? Ja. En hoe moet je weten wanneer er iets leuks hier is? Of is hier altijd... Ja, dat is best vaak nog wel eens wat lastiger dan... we hebben een website, die is niet helemaal up-to-date, maar we hebben wel een Facebookpagina en een Instagrampagina vanuit waar we heel veel reclame maken en ook gewoon laten weten wanneer er dingen zijn. En welke dus dingen er zijn. En dat is vanuit Stichting Inwording. En dat is vanuit Stichting Inwording, dus dat is niet de pagina van, dat zijn niet de pagina's van de Watertoren. Dus op die manier kun je dat gewoon volgen en ja, we proberen altijd gewoon ook persberichten uit te zenden en dat soort dingen, dus dat mensen gewoon echt op de goede manier op de hoogte zijn. Okay. Ja, om dan toch dit blokje een beetje blokje muziek af te maken. Het is net 2019. De goede voornemens zijn gemaakt. Wat zijn de goede voornemens om hier te organiseren in 2019? Nou ja, wat sowieso. Ja, die zijn er wel. Maar je hebt het nu alleen over muziek, hè? Ja, voornamelijk muziek. Nou ja, kijk, we kijken ernaar uit sowieso om het Songwriters Festival nog een keer te gaan organiseren hier. We gaan heel veel nieuwe dingen doen. We gaan ook 8 zaterdagen vanaf het voorjaar, zeg maar de hele zomer door. Dan denk je, dat zijn er meer dan 8, maar we doen het op 8 zaterdagen. Ja. Doen wij live muziek. Dus dat is al een hele toffe uitdaging om weer een jaar te vullen met live muziek. Ja. Is het ook zo dat je als Hengeloos bandje je gewoon kan aanmelden en zegt van, kunnen wij hier een keer spelen of zo? Of zijn jullie zelf de scouts? Je kunt altijd mailen. Dat is altijd leuk. Kijk, en wij kennen ook veel bands. Dus wij kiezen zelf uiteraard ook wel bands uit. Maar we hebben toevallig laatst ook een mail gekregen van Accordeon Orkest. Ja, en dat doen we echt wel. Ja. En niet hier binnen. Ja. Maar goed. Dus nee, dus het kan van beide kanten komen. Ja, ja zeker. Dus gewoon even een DM'tje op Instagram en wie weet dat je hier een keer bestaat. Een DM'tje op Instagram, ja, een mailtje op Facebook. Ja, zeker. Ja. Hey, wat, ja. Om het helemaal af te sluiten, wat is het volgende? Wat is het eerstvolgende waar jullie nu mee bezig zijn en mensen moeten weten? Nou, dat was vandaag eigenlijk. Ja. Ja, maar dat is niet het volgende. Nee. We zijn nu bezig met het plannen van de evenementen. En we hebben wel het afgelopen jaar gemerkt dat het met name in de winterperiode gewoon koud is. En dat het pand het best werkt als je het buitenruimte zo kunt gebruiken. Dus met echt actief programmeren, denk ik, of welke dingen dat ook zijn, zeg maar, qua muziek in ieder geval, beginnen we denk ik pas begin mei. En we zijn daar dus nu al eigenlijk de voorbereiding aan het treffen. En alle andere dingen die zijn doorlopend. En het leukste is ook, zeg maar, de gekste ideeën die ontstaan altijd 's avonds laat. En die voeren we dan uit. En dat is ook de kracht van ons als stichting en iedereen die daarbij hoort, zeg maar. Is dat wij gewoon op bierviltjes werken. En daar komen de tofste dingen uit. Dus er zou ongetwijfeld dat er binnenkort een heel tof idee komt. En wat weer helemaal nieuw is voor Hengelo. Daar hebben wij wel veel vertrouwen in. En dat zin. Dat het komt. Ja. En, ja, zin ook wel. Ja. Ja. Dus, Facebookpagina in de gaten houden en dan komen mensen het vanzelf te weten. Nog één keer even die Facebookpagina noemen. Ik was al bijna bang dat je ging afsluiten hier. Ja. Bijna, bijna. Stichting Inwording. Volgen op Facebook. Kijk, dankjewel Pim, Luc en Jasper.